Het is een race tegen de tijd in de botanische tuin van Antwerpen. Na de ravage van zondagnacht, die de cerres beschadigde, liepen de cactussen afgelopen nacht nog meer waterschade op. Zeker ook de kleine cactussen die in schalen staan. Maar niemand mag er voorlopig binnen. Met het loshangend glas is het te gevaarlijk. We moeten natuurlijk binnen een week eigenlijk zien in die serre kunnen water geven en zoiets allemaal. Want de planten gaan verdrogen. Hè. Het is natuurlijk ook, ja, er komt water van bovenuit natuurlijk, hè, regenwater. Maar in principe gaat dat niet voldoende zijn. Hè. En het is te gevaarlijk voor hen te komen, want het glas hangt gewoon naar beneden. Hè. De parktuin die blijft intussen gesloten voor het publiek. De arbeiders meten de schade op en hebben zeker nog een week werk om alle beschadigde planten en kruiden te verwijderen. De vissen hebben het wel overleefd en de natuur zal zich ook hier herstellen. De grote deel van de planten die erg beschadigd zijn, gaan we afsnijden. En dan komt dat binnen een maand wel helemaal terug goed. Dat zou toch moeten. Hoe het verder moet met de historische tuin en vooral de 70 jaar oude serres blijft onduidelijk. Het is wachten op de verzekeraar, maar zeker ook op de brandweer.